Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 35 hier in Brazilië. Heb jij de vorige video gemist, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat was in Mexico, we hadden daar onze eerste titel binnen. Ben je trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. Schakel ook lekker belletje als je een enkele video meer van mij mist. En ja, zou ik zeggen, laten we lekker doorgaan naar de kwalificatie voor de Grote Prijs van Brazilië. We zijn aanbeland bij Q1 en het is nogal regen hier in de kwalificatie. Daar moeten we voor oppassen dat we de auto niet verliezen, want dat zou wel heel erg zonde zijn namelijk. En gaan onze eerste run noteren op de full wets. Je ziet ook gewoon plassen hier op het circuit zelf. Ocon zet de snelste tijd neer met een 1.19.8. En wij gaan zo meteen kijken wat onze ronde wordt. Zitten er iets te ver door, missen de apex helaas. Maar dit zou gewoon een goed rondje moeten gaan worden. We stappen met een 1.17.9 naar de snelste tijd in Q1. En wij met een 1.18.6 op 16e van Verstappen naar P2. Q1 nog steeds in de regen, maar minder erg, want we rijden op de intermediates. Daarmee zou onze tijd richting de 1.14 gaan, denk ik. Groen bij de delta gelijk, dus dat is goed om te zien. Missen daar weer die apex in bocht nummer 2 en 3. En Latifi komt uit de pitstraat. Paars in sector 1 en 2 schieten een klein beetje door. Sainz naar de snelste tijd. Q1 zit erop. We stappen naar de snelste tijd en wij zijn gewoon door naar Q2. Dat is goed om te zien. En Q2 verloopt gewoon helemaal droog. Onze componenten zijn wel wat beschadigd. Dus misschien moeten we grip penalties pakken voor deze wedstrijd. Misschien ook niet. Ligt eraan hoe goed de auto het kan volhouden. En je merkt al gelijk het verschil. We hebben heel veel grip. En iedereen heeft die tijd op de intermediates neergezet. Paars in sector 2. En wij gaan zometeen die tijd noteren op de droogweerbanden. Zullen een snelle tijd gaan neerzetten. Nemen de kortere lijn naar start-finish. En dat is P1. Met een 1.6.5. Confirmed, we'll receive you at the end of this lap. Zijn aanbeland bij Q3. Weer is het gaan regenen hier in Brazilië. En dat betekent dat we hopen dat het goed komt. Want in de regen zijn we niet zo sterk. Verstappen is hier bloedsnel in de regen. Dat weten we van Q1. Iets te veel blokkeren. Dat horen jullie volgens mij ook aan de linker voorkant. Weer te ver door. Komen bij de laatste bocht aan. Voor onze eerste ronde misschien in Q1. Krijgen track limit waarschuwing. En het wordt een P7 op 1,1 seconde van Lando Norris. Dus dat verschil is nog heel groot. We zijn aanbeland bij het einde van Q3. Ik heb besloten om op de soft banden mijn ronde te beginnen. Iedereen doet dat trouwens. Terwijl de baan gewoon nog nat is. En je merkt al gelijk het verschil met de delta. Kijk maar, 14e onder onze eigen tijd. Dus dit zou misschien een rondje moeten gaan worden voor P3, P4 denk ik. Iedereen verbetert zich. We zetten paars in sector 1 en 2 neer. Als we ook paars in sector 3 hebben, hebben wij de pole position. Wat wordt het? Wat wordt onze tijd?
Het is een P7 helaas, op 3,5 seconden van Valtteri Bottas. Dit is pijnlijk en Verstappen stelt teleur, Perez stelt teleur. En Leclerc heeft zijn tijd niet op de softbanden gemaakt, maar Valtteri Bottas start de ene laatste wedstrijd van het seizoen. 2 op pole position, wij dus naar een P7, dus dat wordt knap lastig. We gaan het lekker meemaken voor de grote prijs van Brazilië voor carrière aflevering 35. Formula 1 returns to Sao Paulo once again with the stage set for what promises to be another classic Brazilian Grand Prix. Sebastian Vettel famously clinched his third championship here in 2012. And in 2016, Max Verstappen treated us to one of the finest wet weather drives of all time. Interlagos, always a very special race here in Brazil. It's a 2.7 mile circuit with 9 lefts and 6 rights for a total of 15 corners. The fastest lap today should have an average speed of around 135 miles per hour, if, of course, the weather stays dry until the end of the Grand Prix. Anthony Davidson joins me again for the race today. Let's talk about the Professor. What a season they've had. A well-deserved championship victory and the pressure now surely off with the title already in the bag. I agree it's been a truly impressive season, but championship or no, I don't think they'll be gently cruising around to the finish line. In fact, with points no longer a concern, there's a lot less to risk, so we may even see a more aggressive approach. It's time to see how our drivers are stacking up after yesterday's exciting qualifying session. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The fence starts from pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Looking at the rest of today's grid, we have the Professor, Verstappen, Sergio Perez, and Leclerc, Ocon, Sainz, Massa, and Lando Norris, Giovinazzi, Tsunoda, Callum Ilott, and Russell, Mazepin, Stroll. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Fernando Alonso and Pierre Gasly. Lundgaard, they've taken a grid penalty. Latifi, Ricciardo, and Mick Schumacher. And with preparations almost complete, let's head down to the track. We zijn inmiddels aanbeland bij de grid. Soft, soft, medium. We nemen extra fuel mee. Kan misschien regenen gaan vallen op het einde van de wedstrijd. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 35. Hier in Brazilië. De lampen zijn uit. En we zijn onderweg. En we komen beter weg dan Lewis Hamilton. Hebben nog gelijk te grazen. En P2 is van ons de eerste bocht. Dat zijn wij die wij de leiding daar gewoon te grazen nemen van Valtteri Bottas. Duwen hem compleet wijd. En dat is P1 en dat is goed om te zien, maar Valtteri Bottas kan hier terug aanvallen. Zit in de slipstream, kijkt naar de buitenkant. We laten hem wijd rollen en dat is nog steeds de leiding gewoon in handen. Dat is goed om te zien. Nu moeten wij wegrijden van de Finn als dat lukt. Lange wedstrijd, 36 rondes te gaan, dus dat moeten we hopelijk zien vol te houden. Er is regen voorspeld aan het einde van de wedstrijd. We zitten zometeen in ronde nummer 2. En Valtteri Bottas duikt naar binnen. En wij zetten de snelste race van de nummer 1.14.6. Lewis Hamilton op 19e. 1,1 seconde ongeveer. En Verstappen op P3. Valtteri Bottas dus een nieuwe neus. En wij noteren paars in sector 1. Dat is goed om te zien. Herhaling van de start. Met de beide Mercedes'en op pole position. Maar wij kwamen gewoon beter weg. De lampen sprongen uit. En Hamilton kwam heel slecht weg. Ook Perez kwam niet lekker weg. Dat zie ik. En wij maken hier al gelijk een divebomb naar Valtteri Bottas. Hij raakt ook zijn voorvleugel wat beschadigd door die actie. En zo hadden wij P1 veroverd. Gingen daar gelijk helemaal links rijden om de slipstream te breken. En zo was dat dus P1. We zijn in ronde nummer 4 als Verstappen aanvalt. Maar wij rijden hier gewoon weer mooi naar hem toe en vallen hem weer terug aan de buitenkant. Valtteri Bottas laat een 1.9.3 noteren. Snelste raceronde tot nu toe.
En wij nog steeds aan de leiding. Verstappen op P2 zit wat aan te dringen. We schieten een klein beetje door. Verstappen moest daar wat op de rem. Hamilton kijkt daar ook mee, zie ik. En Verstappen kijkt naar de buitenkant. Lukt niet. Hamilton kan hier kijken. Misschien profiteren. De componenten gaan het zwaar krijgen. Dus in Australië gaan wij dingen verwisselen. Maar eerst Brazilië goed af zien te maken. En Verstappen zit daar met een aanval. Naar de buitenkant. Hij is er voorbij. Maar we remmen wat later dan onze landgenoot. En dat is nog steeds P1. Sainz met de snelste raceronde. We zitten in ronde nummer 5. We gaan hier weer naar de binnenkant kijken. Verstappen probeert het aan de buitenkant. Schiet er een klein beetje te ver door. Hamilton naar P2. Rijden hier iets te veel over de curbzone. Raken Lewis Hamilton. En Hamilton heeft Verstappen compleet geraakt. Lewis Hamilton uitgevallen. De safety car is op de baan geroepen. Een opmerkelijk incident met Lewis en Max in Brazilië. Bernd Mailänder gaat de baan op. En Valtteri Bottas profiteert hiervan. Aan boord bij Verstappen. Hij kijkt hier naar de buitenkant. We remmen gewoon te laat. En Hamilton profiteert. Wij letten niet op. Raken Lewis. En Lewis raakt Verstappen. En Verstappen heeft een hele volvleugel kapot gereden. Dus Verstappen moet naar binnen. Dit ziet Lewis Hamilton. Profiteert hier van Max. Dan maken wij hier een fout. Raken Lewis. Die komt terug de baan op. En die band wordt zo gewoon meegenomen. En dat is einde wedstrijd voor Lewis Hamilton. Alternatieve strategie. We gaan gewoon door. En we passen de strategie niet aan. Felipe Massa naar de punten. P4. De banden zijn gewoon nog goed. Dus die hoeven niet te worden vervangen. Sainz op P2. Doet het goed voor Ferrari. En heeft al snelste racepunt in handen. We zitten in ronde nummer 6 van de wedstrijd. Verstappen dus naar binnen geweest voor een nieuwe neus. Valtteri Bottas rijdt ook helemaal achteraan. En één uitvaller, Lewis Hamilton. Safety car duikt naar binnen in ronde nummer 7. Wij mogen dus het tempo gaan bepalen in de wedstrijd. We gaan de achterbanden gewoon goed opwarmen en kijken of Carlos Sainz wakker is. We gaan gewoon het tempo hier nog opvoeren. Achterbanden wat opwarmen. Sainz schakelt terug, hoor ik. En hier gaan we op het gas. En we zijn gewoon goed van herstart gegaan. Sainz binnen 3/10 van ons. Je kan hier zometeen kijken bij dit lange rechte stuk. DRS nog niet beschikbaar gesteld. Wij gaan niet een andere lijn nemen, want Sainz zit net te ver weg. Massa naar het podium. Dat is goed. Zou ook het eerste podiumplek voor Felipe Massa betekenen sinds zijn terugkeer. En ook voor ons namelijk. We schoten daar iets te ver door. Sainz kijkt daar naar die binnenkant. Raken de Spanjaard. Omdat wij het gat daar gewoon dichtgooien. Sainz nog steeds op P2. Massa dringt aan. Dat is goed om te zien. We gaan zometeen ronde nummer 9 alweer in. Sainz kan hier wel kijken hoor. Die heeft hier de snelheid van die Ferrari motor. Gaat kijken. Naar de buitenkant. Lukt dat? Van Sainz net niet. Hij zit net te ver weg. En we gaan de pit window bereiken. Ziet er wel een klein beetje door in bocht nummer 2.
Sainz zit er al naast, is er voorbij. Maar wij gooien onze overtakeknop aan. En Sainz kan hier niet terugkijken. En Massa zit gelijk in zijn kielzog. ICE heeft wat problemen en daar is Felipe Massa dan bij onze start gekomen. We gaan hem niet al te moeilijk maken, want dit is gewoon teamwork. Wij moeten zorgen dat we het gat naar Red Bull wat verkleinen. En willen Massa hier proberen voorbij te laten. En dan doe ik het hier dan wel. Ik ga gewoon op onze rem staan. En Massa aan de leiding in zijn thuiswedstrijd. Voor het eerst sinds de grootprijs van 2008 leidt hij weer een thuiswedstrijd. Regen komt eraan, 15 minuten verschil nog. Is het, we reden daar bijna op de achterkant van Felipe Massa op. En we duiken naar binnen. Achter onze teamgenoot duiken wij vandaan. Gaan proberen voor een undercut. Sainz duikt met ons mee. Lando Norris duikt met ons mee. ...2,2 is de pitstoptijd en we komen terug op P17. Nog één stop te gaan, zegt Jeff, want we zijn op de softbanden gestart. Zijn nu naar de softbanden gegaan en moeten zometeen nog een keer naar de medium compound. We zitten dus in ronde nummer 12 van de wedstrijd. Het schiet al aardig op. Sainz dringt wel bij ons aan. En dat merken wij, want wij beginnen wat foutjes te maken. Voelen de druk van de Spanjaard. Zitten in ronde nummer 16 van de wedstrijd. En Felipe Massa is ook naar binnen gedoken. Is volgens mij naar de harde band gegaan. Dus Massa gaat niet meer stoppen. Groen in sector 1, 2 tiende onder onze eigen tijd. Regen over 10 minuten. Dit zag Felipe Massa in ronde nummer 11. Hoe wij Sainz hadden teruggepakt en we duwden hem daar gelijk wijd. Daardoor kon Felipe Massa aansluiten. En probeerde het daar wel aan die buitenkant. Maar ik wil zorgen dat ik mijn teamgenoot niet raak. En ga je gewoon helemaal wijd. Om Massa de ruimte te geven die hij verdient. En Massa pakt hier ons dan, omdat wij op onze rem stonden. En Massa reed aan de leiding, nu niet meer. We zijn hem gepasseerd en gaan in ronde nummer 24 naar de medium compound. Met nog 12 rondes te gaan, het is flink bewolkter geworden in Brazilië. Die regen kan er misschien nog wel komen. En dat zou betekenen dat we misschien zometeen naar de intermediates moeten. De pitstoptijd was gewoon goed. We hebben er wel een klein momentje overstuur. Maar dat is geen probleem. En we komen gewoon mooi voor Felipe Massa de baan op. Het gat is 1,8 seconden. En dat blijft het ook met nog 11 rondes te gaan. Giovinazzi naar het podium. Doet hij goed voor Aston Martin. Maar het is nog steeds bewolkt hier in Brazilië. En in ronde nummer 28 is het zover. We gaan naar binnen voor onze laatste pitstop van de dag. Dit keer wel voor het Eggy. We gaan naar de intermediate, want de regen is er gekomen. En Felipe Massa duikt ook mee naar binnen, dus dit wordt een dubbele pitstop voor mijn team. Kijken of ze dit aankunnen. Jazeker, 1,8 seconden is de pitstop. En Massa heeft geen tijd verloren. Dus dat is goed om te zien. En Massa komt gewoon terug op P2. Dus dit gaat gewoon een dubbel podium worden voor mijn team. Massa keert weer terug op het ereschavot in My Team Career Mode in zijn lange carrière.
Dat is goed om te zien. Pakt ook zijn allereerste podium in Brazilië sinds zijn terugkeer. Dat is gewoon hartstikke knap. We hebben wat schade aan de componenten. Dus Jeff zegt, laten we zorgen dat we die niet overbelasten. Dat zou gewoon zonde zijn. Het is geel. En er valt een Williams-rijder uit. Dat is volgens mij Christian Lundgaard. Die daar stilstaat in bocht nummer 1. In ronde nummer 32. Massa rijdt op 6,1 seconden achter ons. Ja, daar zeker. Christian Lundgaard uitgevallen in de wedstrijd. 10 minuten regen nog, want er komt droog weer aan, zegt Jeff. Nou, die 10 minuten, dat redden we gewoon niet in deze wedstrijd. Want we zitten in ronde nummer 33. Gele vlag vanwege Christian Lundgaard. Die hem daar aan de linkerkant heeft stilgezet. Massa op P2. Voelt de druk van Daniel Ricciardo. Dus dat moet hij nog zien vol te houden. We zitten in de laatste ronde van de wedstrijd. En Felipe Massa gaat dit volhouden. Felipe Massa gaat zijn allereerste podium pakken. Voor ons. Voor het team. In zijn thuiswedstrijd. Dat is uitstekend. Voor het eerst een dubbel podium gepakt. In My Team Career Mode. We pakken de volledige score met als snelste race 100 punt. Gat naar Red Bull is 43 punten. Het is fantastisch dat we dit hebben gedaan. En is het op naar de grote race van Australië. That's a spectacular victory then, and with it, the championship is secure. It's been a magnificent season, and they thoroughly deserve the cheers of the crowd here today. So, Anthony, what made the difference out there today? I'd say it was down once again to good, consistent driving, nailing the corners, working to the track conditions, and perfecting the team's strategies. They got all of these things right today, and the results speak for themselves. The faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved victory and a brilliant performance from them all. De uitslag van de grote race van Brazilië. Wij winnen dus de wedstrijd. Pakken ook dezelfde resultaat. Felipe Massa naar P2 pakt zijn eerste podium voor ons. Daniel Ricciardo naar het podium voor McLaren krijgt driver of the day. We stappen op P4. Is de enige Red Bull rijder die in de punten finisht. Giovinazzi knapt naar P5. Sainz 6. Lando Norris P7. Alonso 8. Leclerc 9. En Stroll 10. Beide Mercedes pakken geen punten. Bottas op P11 en Lewis Hamilton uitgevallen. Christian Lundgaard ook uitgevallen. Gat naar Perez is 90 punten, naar Verstappen is 92. En 43 punten verschil naar Red Bull Racing. Dus we kunnen nog constructeurskampioenschap worden. Alleen dan wordt het wel heel lastig, want dan moeten we in deze late wedstrijd in Australië dus 43 punten pakken. Oftewel 44 met het snelste racerondepunt. En dan moet Red Bull niks scoren. Het kan. Wie weet. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze video. Heb jij genoten, beloon dan zeker met een like. Heb jij niet genoten, dislike de video dan. En vertel me ook waarom je het niet leuk vond. Ben je trouwens nu op mijn kanaal? Abonneer alsjeblieft meer voor wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. We hebben de 109 abonnees aangetikt. Dus laten we pushen naar die 110 abonnees. Ben jij nieuw? Abonneer dan voor meer, zou ik zeggen. Schakel ook gelijk het belletje aan als je geen enkele video meer van mij mist. Reageer als het kan, wat er beter kan moet worden. Volg even op sociale media, maar gebruik dan in de beschrijving. Dit was het journal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2021 My Team Career Mode. Ga verder voor de laatste video in seizoen 2 in Australië. Tot ziens.